85 jaar is Pablo Picasso, grootmeester van de beeldende kunst van onze eeuw, die met een verbazingwekkende vitaliteit zich steeds vernieuwend, zijn uitspraak heeft bewaarheid dat schilderkunst niet gemaakt wordt om woningen te versieren, doch een offensief en defensief strijdmiddel is tegen de vijand. De vijand dan van de complete mens. In het Stedelijk Museum in Amsterdam is een grootse overzichtstentoonstelling geopend van zijn schilderijen en grafisch werk. Op 20-jarige leeftijd maakte hij dit zelfportret. Het opent de tentoonstelling die zijn ontwikkeling laat zien en een aantal hoogtepunten belicht. Zijn belangstelling voor circusmensen uitte zich in dit acrobatengezin. Vrouw in het groen uit het jaar 1909 is een van de eerste werken uit de cubistische periode, bepalend voor zijn gehele oeuvre. Twee vrouwen voortsnellend op het strand, een hoogtepunt uit 1922. Het stil leven benaderde Picasso op alle mogelijke manieren. Tot de uiterste eenvoud herleid, dit werk uit 1945. In Figuren aan het strand breekt Picasso bestaande vormen uit elkaar om ze in een nieuw spel te herschikken. Tot een synthese van vele door hem gevonden vormen komt Picasso in dit vrouwenportret uit 1952. Opzienbarend waren aanvankelijk Picasso's deformaties, maar hij leidde het kijken van onze eeuw. Zijn doek, de eerste schreden dat hij in 1943 maakte, toont een nu geaccepteerde vormentaal. Meisjes aan de Seine, naar een schilderij van Courbet, toont zijn lust tot interpreteren van wat eeuwig is in de schilderkunst. De schilder en zijn model is een recent werk dat de belangrijke en overzichtelijke Amsterdamse tentoonstelling van 130 schilderijen en 50 tekeningen afsluit.